Zelfs met een pakje brood. Maar ze hebben me vandaag verwend met een broodje. Omdat jullie er waren. Dus dan moet ik dit. Anders gewoon zo'n pakketje van thuis uit mee? Altijd. 46 jaar. Het succesverhaal van VDL begint in 1953. Toen begon metaalindustrie en constructiewerkplaats P. van der Leegte. Oprichter was Pieter van der Leegte senior. Lijkt u een beetje op hem of bent u heel anders? Ik heb meer haar. Hij is de vader van de huidige president, directeur en eigenaar Wim van der Leegte. Mijn vader was die was techniker met de nadruk op techniek. En ik ben meer een rekenaar, teller. VDL is in het nieuws door de overname van Netcar. VDL gaat nieuw leven blazen in de autofabriek. Als ik het niet doe, dan doet niemand het. En dat doet mij toch wel heel erg zeer. Maar het is ook een hele klus om zo'n Netcar te doen. Want je moet het vertrouwen hebben van je klant. Je moet het vertrouwen hebben van de oude aandeelhouder. Je moet het vertrouwen van de mensen hebben. Je moet het vertrouwen van de overheid hebben. En het is natuurlijk fantastisch als je dat hebt. De zakelijke successen van de VDL-groep zijn niet meer op één hand te tellen. De overname van DAF Bus, de overname van productieautomatiseerder Steelweld. Berkhof Jonkherengroep wordt overgenomen en BOVA, net zoals Philips Enabling Technologies Group. VDL heeft meer dan 7000 mensen in dienst. Ja, dit is een fabriek van ongeveer 25.000 vierkante meter. En wij bouwen hier chassis voor bussen. Stadsbussen en tourbussen. Hij zit al te lachen, want hij denkt, die komt daar natuurlijk naar me toe. Hij controleert elke bus voordat hij weggaat. Hallo? Net zoals 70% van alle bedrijven is VDL een echt familiebedrijf. Mijn vrouw was lid van de Raad van Commissarissen 10 jaar. Mijn dochter is ook lid van, is nu lid van de Raad van Commissarissen. Is bezig met de administratie. Hij is directeur VDL Bus & Coach Nederland en België. En hij is de coördinator tussen alle inkopen in de VDL-groep. Het zakelijk succes krijgt soms een gouden randje. Door de persoonlijke aanpak van Wim van der Leegte. Ik heb een klant in Servië. Daar verkoop ik ook bussen. En er was hier de waterpolo. Europese kampioenschappen. En die heeft Servië gewonnen. En ik was door Servië natuurlijk als gast uitgenodigd. En dan draag je de Servische kleren. Zoiets zou je dus aan kunnen doen op het moment dat hun weer grote order bussen bestellen. Dan zal ik het met plezier aandoen. Die we hier in Nederland kunnen produceren. Maar wat maakt hem een goede baas, vindt u? Nou, omdat hij zorgt dat wij werk hebben. Dat vind ik fijn. Ja. Is hij streng? Nou, nee. Nee, kan ik niet zeggen. Op zijn tijd wel, maar dat mag ook. Er is je baas. Wanneer is dat zijn? Op zijn tijd mag je ook streng zijn. Maar van de andere kant is het ook menselijk. Ja. Wat vind ik van Wim? Ja, we mogen gewoon Wim zeggen. Ja, ja, ja. Oh, kijk, dat is ook weer het voordeel van. Van der Leegte heeft een boodschap voor Brabant. Nee, maar Brabant is, die heeft heel veel goede eigenschappen. Wij zijn een geen praat... provincie, maar een werkprovincie. En daarom zitten wij te weinig in de Tweede Kamer en te weinig in de regering. En dat zou ook nog moeten veranderen, want we moeten eigenlijk meer meepraten met het landsbelang. Maar ja, ik probeer het dan maar voor de camera te doen.